Een drugslab dat zaterdagochtend werd gevonden in een bedrijfsverzamelpand in Nijmegen werd maandag ontmanteld. Medewerkers van Seon, een bedrijf dat vaker ingeschakeld wordt bij het opruimen van drugsafval, waren druk in de weer met pallets en vaten. Resultaten van het politieonderzoek zijn nog niet bekend. Ook hebben agenten metingen verricht in het riool bij het pand. Het moet nog blijken of er chemische stoffen in het rioleringsnetwerk terecht zijn gekomen. De politie kwam het drugslab op het spoor door een aanhouding die zij donderdagnacht verrichtte. De agenten stopten een auto met daarin een man die al eerder op hun radar was verschenen. Ook toen in verband met de productie van harddrugs. Verder onderzoek leidde de agenten zaterdagnacht naar het lab.